met een volle trom. Rond bij de dom, met de trom, bij het harte dom, met een volle trom. Rond bij de dom, met de trom, bij het harte dom, met een volle trom. De stijl gaat zich open. Goedemiddag allemaal. Dank aan de opening van het Veenpubliek. Van harte welkom bij de lancering, de start van, van de viering van 100 jaar de stijl. In Nederland onder de aandacht gebracht als Van Mondriaan tot Dutch Designer. Mijn naam is Martijn Wildhuis, directeur van Leiden Marketing. Ik sta hier mede namens Museum de Lakenhal, de gemeente Leiden en Cultuurfonds Leiden. Omdat wij samen dit onderwerp geagendeerd hebben. We hebben een partnerschap aangegaan met de andere steden in Nederland. En we zijn nu voornemens om de hele stad Leiden op touw te krijgen. Om dit thema te vieren. En om de rest van Nederland en wat ons betreft ook de rest van de wereld duidelijk te maken. Dat deze beweging uit Leiden is voortgekomen. En dat het een bijzonder onderdeel is van de legacy, de nalatenschap van de stad Leiden. En dat we dat op een manier gaan doen om te laten zien waarin we iets wat uit het verleden belangrijk is geweest, ook naar het hier en nu kunnen brengen. En het liefst ook naar de toekomst kunnen brengen om te laten zien hoe relevant en hoe belangrijk het is. We hebben een programma samengesteld voor jullie, wat zometeen start met de wethouder van cultuur, Robert Strijk, die jullie kort meeneemt in de betekenis van cultuur voor de stad Leiden. En die op heel eigen wijze dan vervolgens Tom van der Meer van Muziektheater de Veenfabriek en Meter Knul, directeur van de Lakenhal, zal interviewen en aan de hand van dat gesprek iedereen gaat bijpraten over het belang van de stijl in Leiden, voor zover dat nodig is. Daarna komt er een verrassingsvoorstelling van het Blauwe Uur, uiteraard gethematiseerd, en openen we daarna het jaar Mondriaan tot Dutch Design in Leiden. Allereerst graag het woord en uw aandacht voor Robert Strijk. Dankjewel, Linda. Toen wij vorige week over allerlei dingen spraken, die raken bijvoorbeeld aan de vertrouwen van de Lakenhal, had je wel over dat je hier vandaag wat wilde vertellen over de stijl. Ja, en dat wil ik ook nog even goed doen. Want soms ben ik ook een beetje bang dat het allemaal dat het iets te commercieel wordt. Dat we hier eigenlijk alleen nog maar bezig zijn. Nou ja, dat trekt wel 10.000 bezoekers dat jaar op de stijl. En het gaat voor mij om een veel groter iets. Kun jij namens een paar zinnen goed uitleggen, waar staat de stijl dan voor? Nou, ik ga het voor je proberen, Robert, in een paar zinnen. Ik zei net aan de overkant, vooruitdenken loopt. Dat is wat ik zo bijzonder vind. 100 jaar geleden, 1917, zat hier gewoon een vrij eenzaam kunstenaar, 33 jaar, op een zolderkamer in Leiden, te bedenken dat hij de wereld wilde veranderen. En dat was een marginaal iets. Weet je, had een paar kunstenaarsvrienden, had een tijdschriftje bedacht met een paar abonnementen. Maar ondertussen, hij geloofde echt in vooruit. Hij had de moed om de wereld om te denken, om de wereld anders zich voor te stellen. Twee, één.